5000 inwoners. Als dat geen voldoende aantal is voor een winkel, dan snap ik het niet meer. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Annette, u bent beheerder hier van het pand, de Co-op. En de afgelopen maanden hebben veel Liemdenaren toch wel een beetje in de rats gezeten, maar... Maar ja, wij vonden het zelf ook heel spannend. Achter de coulissen is er heel hard gewerkt. Maar we gaan open en we gaan door op 1 mei. Ja, dan is de winkel weer open en compleet vernieuwd. Dus we krijgen een nieuwe winkel waar we echt heel trots op kunnen zijn. Ja. Hoe gaat die heten? Boonsmarkt. En ik heb gezien dat hij vooral in Randstad veel winkels heeft en hij gaat nu ook richting Brabant. Ja, ja, het bedrijf is echt een familiebedrijf wat in Dordrecht zit. En die hebben veel filialen daar omheen. Maar ze zijn zich echt aan het uitbreiden inderdaad. Limburg, Brabant, ook in Utrecht zit er één. Ja. En hoe bent u tot elkaar gekomen, zoals ze dat zo mooi zeggen? Ja, toen ik hoorde van Co-op dat ze de huur hadden opgezegd, toen ben ik meteen gaan kijken naar wie gaat deze locatie, wie is geïnteresseerd hierin? Omdat het gewoon goed loopt en ja, voor het dorp ook sowieso. En ja, toen ben ik heb ik een aantal gesprekken gehad, onder andere ook met Bones Food Group. En ja, dat is dus heel goed afgelopen of goed begonnen eigenlijk, ja. Heeft u zelf de afgelopen maanden ook wel eens gedacht van dat wordt niks? Nee. Nee, ik heb altijd positieve instelling gehad, omdat ik weet dat deze locatie eigenlijk altijd goed heeft gelopen en gewoon levensvatbaar is. Dus ik heb juist gehad van nee, dat gaat dus gewoon wel door. Maar we hebben wel heel hard moeten werken achter de coulissen, dat wel, ja. Zijn er nog mensen of zijn er nog gegadigden geweest die hebben gezegd, zijn we eens kijken en zegt nee, ik doe het niet? Nou, er zijn wel gegadigden geweest die er een kleinere winkel van wilden maken. En daar heb ik gezegd, dat doen we niet. Gaat niet gebeuren? Nee. We gaan deze volume behouden, omdat dat ook makkelijk kan met dit aantal inwoners. Ja. Op 1 mei is er dan natuurlijk de opening. En dan is iedereen natuurlijk van harte welkom. En op 30 april, dat is de avond ervoor, is er een receptie. Voor genodigden en nou ja, iedereen die hier echt bij betrokken is geweest. Dus ja, dat is de planning. Ja. Heeft u het al gehoord? Ja. En wat vindt u ervan? Nou, ik vind het wel fijn dat je nog iets terugkomt hier. Hè? Ja, dan hoeft u niet meer naar Boksel en zo. Ja, en dat kan ik toch niet. Nou, ik vind het fijn dat er hier een winkel blijft. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, dat moet ook kunnen in een dorp van 5000 inwoners. Ja, er is toch veel twijfel geweest? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Wat ik zeg, 5000 inwoners, als dat geen voldoende aantal is voor een winkel, dan snap ik het niet meer. Want pak nou Boksel, pak een beet 25.000 of 26.000, ik weet het niet precies. Maar er zitten meer dan 5 winkels. Hè. Dus het moet hier kunnen. Maar het moet wel iemand op durven pikken. Ik hoop dat we daar een winkel krijgen, Linde. Dat hoop ik. Want zonder winkel niet, dat kan niet, hè? Nee, wat denkt u? Komt u er? Ja, ik hoop het wel. Ik zal u vertellen, ik kan u met zekerheid zeggen dat er een nieuwe winkel komt. Oh, daar ben ik blij mee. Daar ben ik heel blij mee. Dan mag ik jou feliciteren. Ja, dat mag. Ja. Toch? Ja, zeker. We zijn heel blij. Ja. Bij 1 mei. Ja. Nieuwe winkel. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat... Jullie mogen blijven? Ja, gelukkig. En wat denk je ervan? Nou, ik ben wel heel... Ja, ik vind het heel leuk eigenlijk. Ik ben heel blij. Succes. Ja, dankjewel. Komt goed. Ik wilde eigenlijk nog een aantal mensen bedanken. Dat kan. Ja, dat kan. In de camera. Ja. Nou, om te beginnen, Bone Food Group. Dat ze dus echt het vertrouwen in ons hebben gehad. En het doorzettingsvermogen ook. En de inzet. Met name Erik Broosjes. En ik wil ook bedanken de nieuwe ondernemer. Want die hebben we nog niet genoemd. Ron Tolen. Ja, daar ben ik echt heel enthousiast over. Die is echt heel gemotiveerd en die is echt van plan om een succes hier te maken. En ik wil ook het personeel bedanken, want die hebben het heel zwaar gehad, hè, met die onzekere tijd. Maar ik wil ook de inwoners van Liemde bedanken, want die hebben ook heel vaak in onwetendheid en ja, gezeten. En ik ben heel blij dat het nu naar buiten mag komen. Ik feliciteer u van harte en ik wens u heel veel succes. Ja, dankjewel.